Leuk. Leuk dat je er bent, Saal. We moesten even een oplossing bedenken, zodat we toch op 1,5 meter van elkaar konden zijn. Dit is de oplossing. Saal zit helemaal daar achter de camera, maar we hebben ook een camera op hem gericht. Hi Saal. Hallo, moet ik even daarin zwaaien? Ja hoor, superleuk. We hebben een superleuk pakketje binnengekregen. Het is natuurlijk Mario Kart Live Circuit, Live Home Circuit. Super blij mee. We mogen hem 4 daagjes even in bruikleen nemen. Dat is ook prima, want ik heb een klein huisje en heel weinig storage. En we gaan hem nu unboxen, maar we gaan later nog een video maken dat wij mijn kat Lenny helemaal gek gaan maken. Beestie leeft al op geleden tijd, dus het wordt hilarisch. Beestie schrikt overal van. Dit is heel erg leuk. Leuke zaal. Heel leuk. Fijn. En ja, maar ik was dus super stoked voor deze game toen die werd aangekondigd. Want het is weer zo'n probeersel van Nintendo waarvan je denkt, dit kan echt alleen Nintendo bedenken. Ze hebben het natuurlijk met Labo. We hebben Labo gedaan. Die hebben wij hier ook aan deze tafel zitten uitpakken. Zeker weten man. Labo gewoon hier gelabald. Maar goed, dus qua verkoop zijn het misschien niet helemaal goed gegaan. Maar goed, het is wel een goed idee. Dat moet bij gezegd zijn. Eén voor effort. Eén voor effort. En dat is dit ook zeker. Het is in samenwerking met, zag ik, VLAN Momentum. Die zijn waarschijnlijk die een RC-bouwer, gok ik dan. Ja, want het is net als Labo eigenlijk weer een soort crossover tussen de wereld der speelgoed. Ja, oh ja, sorry. En de wereld der videospelletjes. Ja, het is speelgoed, maar ja, het is eigenlijk, ja, dat is het. En wij hebben de Luigi-pakket gekregen. Dus hier zit dan Luigi in. En wat het kost staat onder in beeld. Daar heb ik echt geen idee van. Helemaal niet te kopen. En in het pakket zitten een aantal vette dingen. Nou, ik ga het je allemaal laten zien. Sorry dat de Saals camera een beetje beweegt, want dat is dezelfde tafel waarop ik nu ga unboxen. Aardbeving! Ja, echt hè. En kijken we dit dan weer open. Oh, wacht. Ja, je moet hem even... Ja. Ja, je hebt veel ervaring met doosjes, zie ik al. Nou, voilà. Fucking mooi. Zit een papiertje in. Nou, first download de software. Ja, dus we kunnen waarschijnlijk niet vandaag nog even allemaal uittesten. Maar goed, dat komt dan morgen wel van een ander keertje. Nou, first download de software. De software is natuurlijk gratis. Je kunt de game gratis binnenhalen. Maar ja, je kan er geen fuck mee als je niet zo'n wagen hebt. Hey, kijk, dat is een stukje marketing, hè? Hey, dat is slim, hè? Gratis game, gratis game. Ja. Goed, ik ga hem even... Verder is alles leeg. Zie je hem goed of niet? Ja hoor, dat het leeg is, dat zie je. Oké, nou maar ik vind het een beetje moeilijk kijkje naar je. Nee, helemaal niet zo. Ik film gewoon iets hoger. Oké. Dus nou, we hebben hier allereerst natuurlijk USB-C, want Nintendo is helemaal van USB. Wat is er aan de hand? Je gaat zo snel, ja. Ik zoom een beetje. Oh, sorry. Ja, maar dus USB-C is niet zo belangrijk. Dat snapt iedereen wel, toch? Ik denk, misschien vinden mensen dat wel boeiend. Super interessant. Ja, nou. Ik oordeel voor de mensen. Nee. Oh, we beginnen met de kart. Ja, kijk, dit is hem. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hij zit lekker. Maar zijn wij de eerste die dit gebruiken? Want het moet ook weer terug. Ja, het moet ook weer terug. Het moet relatief netjes terug. Maar dat vind ik altijd heel slecht. Ik krijg wel eens op mijn kop van publishers dat ze dan zeggen... Ja, hoe heb je dit weer ingepakt? Maar inbox is echt fucking moeilijk. Dat is heel moeilijk. Inbox is... Dat kan ik wel. Ja, de uithalen is het probleem. Kijk, dit is hem. Oh my god. OMG. Die zit natuurlijk... Want je gaat dus een beetje in. Ja, tuurlijk. Ja. Je gaat natuurlijk IRL dit in je huiskamer spelen. Dus er zit hier een cameraatje in. En vanuit dit cameraatje ga je straks de beelden zien van waar je rijdt. Ja, dat is tof. Dat is echt vet, toch? Dat is super tof. Super. En, je bestuurt het dan natuurlijk met je Nintendo Switch console. En ik zag dat je hem ook gewoon in de dock kan laten en op groot scherm kan spelen met je Pro Controller. Dat is voor ons hardcore gamers natuurlijk wel vet. Oh wow, dus dan rijdt het karretje echt door je huis en jij kijkt enkel op je tv. Ja, oh, sick. Dat kan dus ook. Nou, dit zijn dus, het wordt allemaal een beetje complex. Er zijn een aantal afzettingen van routes, zoals dit. Dus hier kun je bijvoorbeeld je huis neerzetten van, ja, maar hier moet je echt naar links, want er staat daarvoor een plantenbak of zo. Ah. Dus daar zitten er 2 van in. Ja. Zo, kijk. En dit, ja, ik moet volgens mij iets vouwen en ja, we hebben Labo... Ik vind het zo eng. We hebben Labo natuurlijk ook gedaan. Maar Labo ging jou wel best goed af. Ja, maar dat komt omdat ik geen angst had en nu heb ik het wel. Omdat het terug moet. Omdat het terug moet, ja. Oh, maar dit is echt heel Labo, jongens. Oh, wauw. Dan... Kijk dan, guys en girls. Dit dan... Ja, dit is echt mijn labo skills komen. Ja, ik wou zeggen, dit karton vouwen, dat kan bij jou op het cv. Dat kan zeker bij het cv. Het is niet heel veel meer dan kan, maar dat kan ik me daar toch verdomd goed. Dus dit moet dan hier zo in en dan moet dit ook niet. Nee, dit moet niet. Volgens mij blijft het zo staan. Ja, misschien nog een klein beetje die onderste voetjes naar binnen vouwen. Ja, maar dat, ik voel weerstand, dus daar gaan we niet doen. Oké. En daar heb je er dan, vier van. En wat je dan doet, je zet deze in je huis, verspreid. En dan ga je 1 keer een testroute rijden van tevoren. En dan weet je, oké, we doen het langzaam. Dan weet je, oké, dit is ongeveer de route. En dan krijg je in jouw game ook allemaal tegenstanders. En als je dan bijvoorbeeld geraakt wordt door een paddenstoel of door een schildje, dan ga je ook echt even stoppen in je huis. Oh ja, fysiek vertraagt. Fysiek stopt hij dan eventjes. Sick. Nou, is dit ziek of is dit ziek? Vet man. Ze hebben ook verschillende kleuren. Nummer 3 is in het blauw. Oh ja. Nummer 2 is in het geel. Juist. Dat maakt allemaal lekker kleurrijk, hè? En nummer 1, dat is heel gay. Maar niet uit. Hé, ik ben wie ik ben. En nummer 1 is in het zwart. Nice. Dus dan, dan moet je gewoon van 1 naar 4 rijden en dan vormt hij een rondje. Ja, je moet er van tevoren volgens mij uitrijden. Maar goed, we gaan het testen, Salim en ik. Ik heb sterker nog... ik heb mijn Switch al aangesloten aan de Elgato. Dus we gaan ook echt de gameplay capturen. Wauw. Ja, we zijn echt even professioneel bezig voor dit weekend. Professioneel. Ja, professioneel. Maar dat komt omdat ik gewoon heel erg blij ben. Nintendo, dikke kusje. Want ik ben al vanaf het begin dat ik dit zag. En dat kun je horen in de Games en Podcast. Dat ik heel groot fan ben van dit systeem. Want ik ben gewoon zo benieuwd hoe dit werkt. Want betere vorm van augmented reality is volgens mij niet op de markt. Denk ik ook niet. Hoe het uiteindelijk oordeelt staat in de review, misschien valt het wel tegen. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik het mag testen. Dus dankjewel Nintendo. En jij, onwijs bedankt voor het kijken. Dankjewel Salim dat je mee hebt gedaan met dit, toch een rare manier van filmen. Het is toch een lockdown. Moeilijk. Moeilijk, maar wel leuk dat we toch interactie kunnen hebben zo. Ja, zeker. En ik ga straks in de editing, ga ik natuurlijk als regisseur, director. Jou naar mij, jou naar mij. Camera's wisselen. Mooi hoor. Zal ik nog één keertje zo naartoe rijden? Wow. Komt ie. Oei. Pas op! Ja! Bruikleen. Gelijk kapot. Bedankt voor het kijken.